Hier bevinden we ons aan Jacob van Artevelde. Dat is het promotieschip van Noordzeeport. Het volk dat hiermee meevaart, ja, dat is van alle pluimage. Dat kan een CEO zijn. En evengoed, gewone mensen die meevaren, scholen. Meestal hebben we gelukkige mensen mee. Als ze dan een uurtje of twee op de boot gezeten hebben, zien we met een vrolijk gezicht van boord gaan. En dat geeft wel voldoening voor ons. Bij het ontwerp van het schip is rekening mee gehouden dat hij kon ijsbreken. Dus dan in die tijd kon hij ijsbreken 5 centimeter. Het is ook met dit schip dat we ons zaterdagvaarten doen, de gratis zaterdagvaarten. We vertrekken van hier naar Terneuzen en dan terug met de groep naar Gent. Het maakt het leuk, de rondvaart hier. En wat wij toch ondervinden van de mensen, dat de invalshoek van op het water, dat u de bedrijven ziet, de haveninfrastructuur, de trafieken die bezig zijn, dat je daar een hands andere kijk op hebt of dat je het moest doen met een autocar langs de kaai. Dus je kan eigenlijk binnenkijken bij de bedrijven van op het water, ongestoord. Je ziet dat de mensen veel foto's trekken, er worden filmpjes gemaakt. Ik denk dat ze het leerrijk aanvoelen. We varen nu het grootdok uit. We gaan stilaan aankomen op het zeekanaal. Als we hier gedraaid zijn hier in Gent en we zijn vertrokken, neemt de gids, professionele gids, die de uitleg geeft tot in Terneuzen. Die mensen hebben daar cursus voor gevolgd. Ze weten perfecte bedrijven liggen. Wat dat ook aangenaam is, tijdens de vaart kan je zich aan de bar voorzien van hapje en drankje aan zeer democratische prijzen. Dus dat maakt het geheel af. Wilt u ook een keer meevaren met de Jacob van Artevelde of een rondvaart maken in het Vlissingse deel van onze haven? Dit jaar gingen maar liefst 11.000 mensen u voor. Momenteel zijn de nieuwe data voor 2020 bekend. Op noordzeeport.com/rondvaarten vindt u alle informatie.